Dag beste getrouwen, verraders en nachtbrakers. Welkom bij een nieuwe video hier op het kanaal van WIDMTV, waarin wij aflevering 4 alweer, jeetje mina, van de Verraders 2023 gaan bespreken, oftewel seizoen 3. Ja. Ja. Ik vond het, om meteen maar even met de deur in huis te vallen, een hele heftige aflevering. Ja, ik vond hem ook heftig. Maar je had me van tevoren, ik had de aflevering nog niet gezien. En je had geappt van, oh, hij is echt heel heftig. Dus ik denk, nou, normaal echt, ben ik later dan jou, zeg maar, gaat kijken. Ja, ja, ja. Dus ik dacht echt, nou. Nou gaat het komen. Ja. En toen kwam het niet. Nee, dat dan weer niet. Het was wel een heftige aflevering. Ja. Maar ik denk, nou echt, volgens mij, dat zijn gewonden gevallen of zo. Maar nou ja, normaal skip ik er dus niet volledig, maar enigszins doorheen. Daar omdat moet ik dus aan denken. Ja, ik had gekonkeld dan. En nu heb ik gewoon iedere minuut gewoon gezien, en dan volledig zitten bekijken. Ja. Nee, dan snap ik het. En soms zelfs nog een stukje terug zitten spoelen. Dan ik dacht, nee, dat zegt ze niet. Of dat zegt hij niet. Nee, dat meen je. Afijn. Voordat we erin duiken, in de aflevering dan, hè, ho-ho. Mm-hmm. Hebben wij een poll uitgezet op Spotify bij de vorige aflevering. En die poll die was, welke verrader zal als eerste weggestemd of vermoord worden, denken jullie? De keuze was natuurlijk Sander, Maria of Katinka. Mm-hmm. 64%, veruit de meeste mensen, denken dat Sander als eerste weggestemd gaat worden. Ja. Mind you, dit is na aflevering 3, hè? Dus aflevering 4 was nog niet op tv. Nee. Maria 36%. Mm-hmm. En dan blijft er logischerwijs 0% over voor Katinka. Oh. Dus niemand dacht, in ieder geval na aflevering 3, niemand Katinka zal als eerste verrader weggestemd of vermoord worden. Nee. Nou, dan ben ik benieuwd of dat gaat kloppen. Want nou, na aflevering 4 zou dat best wel eens is veranderd kunnen zijn. Ja, juist. Ja, want zeker bij die vooruitblik. Maar daar komen we straks op. Ja. Hè, Sam? Jij zegt ook altijd, komen ze. Nee, ik zal dit niet meer doen, konijn. Sorry. Zo. Maar in die vooruitblik zag je dus over, dat er een donkere wolk boven Maria komt te hangen. Ja, dat kan ook heel, heel clever editing zijn, zeg maar. Dat zal het gedeeltelijk ook wel geweest zijn. Want het is nooit zo heftig als in de vooruitblik van volgende week. En dan denk je, nou, holy moly. En dan zie je de aflevering en denk je, oké. Maar goed, dat had ik deze aflevering dus niet, zoals ik al verteld heb. Laten we eerst eens even de nieuwe poll kenbaar maken. Die kun je invullen op Spotify of je kunt gewoon een reactie plaatsen onder de YouTube-video. Mm-hmm. De nieuwe poll, daar kwam jij mee en toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel een goeie. Ja, vertel. Vond ik. Nou, ik was eigenlijk wel benieuwd wat de kijkers denken. Gaat in de volgende aflevering, aflevering 5, de dolk ingezet worden? Of misschien moeten we hem zelfs nog breder trekken. Denk jij dat ooit de dolk überhaupt nog ingezet gaat worden? En tot wanneer kan die te verdienen zijn ook? Want ik neem aan dat je in de halve finale, ja, dan kun je hem niet meer verdienen, gok ik zomaar. Weet ik niet. Want ja, weet ik dan ook niet. Kan hij misschien weer net het verschil gaan maken. Nou, dan maakt hij sowieso het verschil. Ja. Maar ja, dan is de vraag, is het dan weer een te machtig, net zoals een vrijstelling in de finale van Wie is de Mol? Dat gebeurt ook eigenlijk nooit. Wel een vrijstelling voor de finale, maar enfin, denk jij dus dat de dolk ooit nog ingezet gaat worden dit seizoen? Dat is de poll. Oké. En daar kunnen we nou lekker de aflevering in duiken. En nu op gaan stemmen. Zeker, ja. Ja. Ja, dankjewel, Corné. Graag gedaan. Inmiddels zijn dus bij ons weg van de 20 kandidaten die gestart zijn. Irene van der Laar, Sunny Bergman, Giorgio Hokstam. En komen we achter, maar dat wisten wij al lang, dankzij de scherpe blik van Corné, Herman den Blijker. Herman, ja. De aflevering begon met Tel, die een spraakje deed voor de camera. Doet hij iets meer trouwens dit seizoen? Tussendoor ook wel eens. En dat vind ik eigenlijk wel chill. Ja, een beetje zo'n intro praatje. Ja, gewoon letterlijk alles wat er tot dan toe gebeurd is. Ja. Min of meer. In plaats van dit gebeurde in de vorige aflevering. Zit er ook wel in, maar dit is toch wel prettig. Tel zegt, de verraders en getrouwen zijn bijna op de helft van hun avontuur. Toen dacht ik, sorry wat? Er zijn er letterlijk gewoon, even terugkijken, 1, 2, 3. Er waren er op dat punt 3 weg. En Herman was eigenlijk ook al weg. Dus 4. Toen dacht ik, jullie zijn met 20 begonnen hoor. Ik weet niet. Ja. En er zijn er pas 4 weg. Ze zijn nu al op de helft van hun. Hè? Ik volgde het gewoon echt even niet. Nee, maar dit is aflevering 4. 4. Hè? En waarschijnlijk zijn er dan 8 afleveringen. Ja, of 10.
Omdat hij zegt bijna op de helft. Oh ja, dat kan ook nog. Nou ja, ik vond het in ieder geval heel apart. Omdat voor mijn gevoel zat ik naar de tweede aflevering te kijken. Ja, nou, dat had ik dus ook. Toen ik hoorde van, het is inderdaad wel heel snel al als we de helft. Maar ja, goed, als afleveringen zijn, dan kan het kloppen. Ja. Maar dan moet er inderdaad nog wel wat gebeuren. Zaten er in de vorige seizoenen gewoon 2 opdrachten per aflevering? Jawel, hè? Of niet? Poeh. Meestal wel, toch? 2... Ja... In mijn hoofd wel, maar misschien helemaal niet. Ja, maar was het... Ik denk dat je dan een opdracht had voor de wapenkamer en een opdracht voor zilver. Ja, oké. Ik denk dat ze dat nu gecombineerd hebben of zo. Ja, het is altijd maar 1 opdracht en de rest is gekonkel. En dat vind ik niet erg, want in aflevering 1 dacht ik even... Ho, 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 dit is wel heel veel gekonkel. Ja. En nu denk ik, nou ja, dit is eigenlijk wel oké. Ja. Alleen er zitten alsnog gewoon veel te veel reclames in. Het ontbijt. Voordat we zeg maar 2 uur verder zijn straks. Ja. Het ontbijt. Thomas en Noël komen als eerste binnen. Noël is volgens Thomas althans iets te relaxed. Dit vind ik raar. Je bent wel heel relaxed. Ja, ik heb lekker geslapen. Je hebt lekker geslapen. Vreemd. Ja, maar, Ja, je mag niks meer zeggen onderhand. Nee, oké. Maar je moet natuurlijk als getrouwe moet je iets. Ja. Dus ik snap wel dat hij dan... vrijwel overal iets achterzoekt. Ja. Want dat zou ik denk ik ook doen als getrouwe. Laten we wel wezen. En jij denk ik ook wel. Ja. Want je gaat bij alles ga je afwegen. Zegt iemand dit als getrouwe? Zegt iemand dit als verrader? Zegt iemand dit om verdacht of om niet verdacht te worden? Of... Dus ja, vanuit zijn ogen snapte ik. Maar ik vond het wel een beetje overtrokken. Maar goed, Ferry en Billy komen als tweede binnen. Met behoorlijk wat bombari. Jan, Sander en Pernille die komen dan met z'n drieën binnen. En Sander, die is weer classic aflevering 1, Sander. Die weet even niet zo goed wat hij met zichzelf aan moet. En vooral met zijn blik. Komen we straks nog even op terug. Sam, doe dat nou niet. Oké, Corné. En ik vind wel dat, ook al doet hij daar best wel ongemakkelijk op een paar momenten, dat hij in het algemeen, had ik daar al zoiets, ik schreef het letterlijk op, Sander wordt steeds iets beter in het spelletje. Ja. Dus in het verraderspelletje. Ja. En hij zegt letterlijk in een van zijn biechten, zegt hij ik heb gewoon besloten dat ik gewoon de beste getrouwe ga zijn die ik kan zijn op het moment dat ik niks hoef te doen met de verrader zelf. Want dan hoef ik het ook in mijn hoofd minder te spelen. Ja. Dus ik denk gewoon dat ik een getrouwe ben en dan gaat het beter. Nou, dat merkte je deze hele aflevering. Ja. Het ging een heel stuk beter. Ja, inderdaad. Vond ik. Tuurlijk zaten er nog steeds momentjes in dat ik dacht... Nou mensen, kijk nou eens gewoon even 1 keer naar Sander. Ja. Dan weten jullie het. Maar had jij, als jij het schild had gehad... was jij dan zo triomfantelijk met je schild in je nek binnengekomen? Ja, helemaal als ik verrader was geweest. Ja, zeker. Ja. Ja. Aan de ene kant denk ik van wel. Aan de andere kant... In aflevering 2 aan het begin of zo had Jan Slachter hem toch? Ja. Ja, en die deed dat op zich heel relaxed. Die deed hem ook. Die zat al aan het ontbijt. Ja, ja, ja. En toen waren er al een mannetje of 8, 9 waren er al binnen. Nou. En toen haalde hij hem zo heel rustig zo. Ja, precies. Ja, weet je, het maakt ook niet uit. Hè, want je komt dan binnen en je hebt de nacht toch overleefd. Dus daarom. Ja. Daarom. En hoe je dat dan gedaan hebt, dat boeit eigenlijk... Nee, maar je kunt er toch niks van afleiden. Nee, letterlijk. Nee letterlijk. Jordi, Jesse, Maya en Selma komen vervolgens binnen. Selma is daar al heerlijk, Selma. Maar ook daar... nee, dat mag ik niet meer zeggen. Shahid, Betty en Katinka komen vervolgens binnen. Katinka vond ik... heb ik opgeschreven. Katinka vond ik heel overdreven deze af. Ik bedoel, Maria was over de top en mega overdreven. Mm-hmm. Dat was al wel in de vorige afleveringen ook wel. Maar deze aflevering dacht ik toch wel, poeh, dit is wel heel erg overacting. Wat je nou, dit zit wel op het randje, vind ik. Maar ik had het nou voor het eerst bij Katinka dat ik ook dacht van, poeh, ik zou wel een beetje uitkijken met hoe relaxed en hoe... Ja, maar misschien komt het ook wel omdat ze nu wel meer in beeld was of zo. Dat zou heel goed kunnen. Ja, dat zou heel goed kunnen. Ik vond sowieso Katinka in de vorige afleveringen amper in beeld. Ja. In verhouding tot Maria. Ja, nou ja, dat. En Sander. Want de nadruk lag aanvankelijk op Sander. Heel omdat hij, omdat het van zijn gezicht af te lezen viel, zeg maar. Mm-hmm. Daarna op Maria, omdat hij zichzelf zo'n hilarisch fantastische verrader vond en nog steeds vindt. Ja. Dan is Thomas, zegt hij... Ik ben bang voor Maria. Met andere woorden, ik ben bang dat Maria vermoord is. Ja.
Nou, dan komt vervolgens Maria binnen. Die doet mega over de top happy. Ja. En dan zegt Sander, voor ons, voor de kijker, zegt hij... Ja, en toen dacht ik wel even, nou Maria, dit is wel een beetje te overdreven. Ja. En toen dacht ik, precies. Daar heb jij helemaal gelijk in, Sander. Ja. Ja, en dan zegt hij letterlijk, doe voorzichtig, zegt hij dan. Ja, inderdaad. Noor komt binnen en dan zijn er nog maar twee opties. Of Herman kan dan nog binnenkomen, of Nathan. En wij wisten natuurlijk door jouw scherpe blik al... je hebt heel veel uien gegeten, denk ik. Ik ruik het ook wel een beetje, ja. Herman dood is, dat wisten wij. Door jouw scherpe blik. Oh, mijn scherpe blik. Ja, oh. Jouw scherpe blik. Ja. Heel veel uien gegeten, denk ik. Scherpe blik, scherpe blik. Nee? Zeg je niks? Nee. Juinen? Nee? Juinen? Ja, ajuinen. Ja, dat is een ander woord voor ui. Ja, juinen. Als je heel veel uien eet, dan heb je scherpe blik. Oh. Al dus de Grieken in... Weet ik. Nee, geen idee. Hij is altijd geleerd dat je worteltjes moet eten. En dan krijg je goede ogen van. Ook de. Ook de. Ja. Dus je hebt gewoon een peerstap gegeten. Sowieso. Heel veel. Sowieso. Dat is het enige wat jouw wederhelft kan maken, of niet? Wat nog een beetje smaakt. Nee, het kan heel veel leuke dingen maken. Maar het is geen foodblog, hè? Nee. Jammer genoeg niet. Zullen we gewoon 24 Kitchen met kijkbuiskinderen? Ja, daar gaan we een keer kijken, ja. Wij hebben vandaag Milushka, 24 Kitchen gekeken. Ja. En we zagen heel veel eten voorbij komen. Gruwelijk honger. Ja, luister maar naar onze magen. Nou, dan blijkt dus dat Herman dood is. Ja, niet echt, maar wel. Nee, in het spel. Ja, dan moeten we dan altijd toch nog even zeggen. Ik wil elke keer dat knopje indrukken, maar ik zal het maar niet doen. Dat knopje? Ja. Dit knopje. Oh, hij is dood. Niet echt, maar het spel. Oh. Ja. Ja. Oké. Okay. Maria. Sam vindt de knopjes erg leuk. Ja, zeker. Dus kun je ook weer heel fout opvatten. Maria, nadat iedereen erachter is dat Herman zeg maar er niet meer is. Mm-hmm. Dan gaat Maria met Jan praten. En dan noemt ze Katinka als heel verdacht. En toen dacht ik, hè? Raar, inderdaad. Maar aan de andere kant... Zij legde dat dan op zich nog wel uit. Als jij op gaat letten op hoe wie alles... Als je op gaat letten van wie wat zegt tegen iemand zeggen... Mm-hmm. Hè, en je laat nooit eens een keer de naam van Katinka of van Sander vallen... Ja. Dan gaan mensen op een gegeven moment ook denken van... Hé, maar die heeft het nooit daarover. Ja. Want je moet gewoon een beetje opletten in het spel. Dat klopt, ja. Dus dat... Dat klopt helemaal. Maar dus als je toch opgeeft voor de verraders, let op. Let op. Nou, dankjewel. Ik zal het doen. Dan wordt er heel, heel, heel veel gekonkeld. Ja. Maar echt belachelijk veel. Ja. En belachelijk hard ook al meteen. Shahid, die noemt Jan bij Noël, Thomas en Maria. En we komen er later achter dat heel slim bedacht is. Heel slim, maar echt heel slim. Maar oprecht, ja. We zeggen het een klein beetje overdreven, maar we menen het serieus. Nee, ja, serieus. Maar hij zegt het ook in zijn biecht. Hè? Hij zegt van, ik probeer even te kijken wie ik kan vertrouwen. Nou, dat had ik daar dus nog niet door dat hij dat op... Hè? Want het is best wel nog ingewikkeld ook. Mm-hmm. Maar daar komen we dan achter, zeg maar, na de... ronde tafel. Ja, na de ronde tafel krijgen we daar nog een soort van uitleg over. Bij het kampvuur. Ja, inderdaad. Bij het kampvuur. Inderdaad. Gooit er nog een blok op. Noël die vraagt vervolgens, kom naar me toe mensen, kom naar me toe. Niemand laat me uitspreken. Nou, die wordt daar al best wel een beetje emotioneel. En die heeft al het gevoel, ook door de vorige die eruit is gestuurd. Dat was Giorgio. Die noemde haar natuurlijk, voordat hij er daadwerkelijk uit werd gestemd. Ja. Ik zou haar maar eens in de gaten houden mensen. Dus wat doet iedereen als een mak schaapje? Ja, dan gaan we maar met z'n allen op Noël. Want dat zal dan wel iets betekenen. Ja. Dus die is daar al best wel emotioneel. Toen dacht ik al, die gaat een moeilijke dag krijgen, denk ik. En ik merkte aan alles, en dat zei ze ook een paar keer verspreid over de aflevering. Ja, ik ben gewoon iemand en ja, ik ben gewoon zoals ik ben. En ik kan niet naar doen tegen anderen. En ik, dat wil ik niet. Ik kan het niet. Ik heb het geprobeerd, maar nou, dat werkt ook niet. Maar, en toen dacht ik, ja. Nou ja, wat ze ook op een gegeven moment zegt, is van hè, ik ben chaotisch en dus ik kom misschien over als een verrader, maar ik zou dan toch echt een hele slechte verrader zijn. Ja, dat is dan wel als je inderdaad zo
chaotisch bent en makkelijk je eigen verspreekt en weet ik veel. Dus ja. En ik dacht oprecht, als zij een verrader zou zijn geweest en wij doen mee en we zijn getrouwen. En zo iemand komt op zo'n heftige manier naar je toe. Nou, dan is ze niet bang om uit het spel te gaan als verrader, hoor. Dan nee. Is ze echt gewoon, dan zit het er zo hoog dat ja, mensen haar blijkbaar zeker. Zonder ja. enige, in haar ogen zonder enige reden, zo ja. aanvallen. Ja, heel heftig. Ja. Thomas, Maria en Noël, die gaan dan even naar de dodenkamer toe. En dan beginnen eigenlijk Maria en Thomas, met name Thomas, die begint dan al te vertellen, ja, Noël, ik weet eigenlijk niet meer ja, of ik jou nog wel een beetje kan vertrouwen of niet. Of ja, je brengt ook zo weinig in. Mm-hmm. Nou, dan krijg je weer zo'n shot van Maria die dan zegt, oh, dit is zo fantastisch. Oh, die Thomas, nou, die heeft nog steeds ja, niks. Nee, oh. Dat kwam omdat hij zei, volgens mij hebben wij een bondje met een verrader. Ja, en dat klopt. Ja, weet je, het was overdreven, maar het was wel hilarisch. Want dan zegt ze ook ja, zo, ja, dat klopt. Alleen zij is het niet. Ja. Dat was echt wel heel grappig. En dat is ook gewoon goud natuurlijk. Dat was zeker goud. Ja, ja jawel. Maar toen dacht ik, ach Maria, dat kun je toch ook gewoon een keer gewoon zeggen in de camera. Ja. 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 Ja, ik vond dat toch ik vind dat toch lastig. Ik weet het niet. Ik bedoel, ik ben ook altijd heel, ja, heel veel. Waarschijnlijk die Belgische nicht die erachter staat. Die achter de camera staat. Ja, van, als jij nou even zegt. Een beetje overdreven. Oh, hij nou even zegt. Ja. Lach maar. Lekker overdreven. Lach maar gewoon over Thomas. Lach maar. Ja. Doe dat maar. Dat kan hij zo goed. Ja, dat zal die gezegd hebben. Ja, ik denk het ook. Oh, Thomas neemt dan Maria apart. Inderdaad, hè, volgens mij hebben wij een bondje met een verrader. Ja. Nou, dit is goud. Ja, nou oké. Okay. Dan Selma, Sander en Noor. Die staan dan buiten. En dan zet Selma, zeg maar, voor het eerst echt heftig de aanval in deze aflevering. Meteen al. Maar echt op een manier dat ik oprecht dacht van, nou, ik weet dat je in een spel zit. Ik weet dat... Wij weten alle twee dat als je een week lang of twee of drie weken in een spel zit, dat gewoon mentaal best wel heftig kan zijn. Dat hebben we alle twee een paar keer meegemaakt op verschillende manieren. Dat is ook gewoon heel heftig. Maar om zo tegen iemand tekeer te gaan, waarvan je niet eens weet of het klopt. Het is eigenlijk gestaafd op niks, behalve op iets wat iemand die eruit is gestemd gezegd heeft. Ja, ik vond daar iets van. Ja. Ik vond daar iets van. Ik vond dat niet zo chill. Nee. En daarom zei ik toen ook tegen jou... Zij wil natuurlijk heel erg gewoon de gelijk halen, ja. Selma. Ja. Ja, en dan kan ze maar beter vol ingaan. Ja. En als jij in jouw hoofd zo hebt zitten, zij is die verrader... Ja. En jij wil die verraders eruit spelen, dan ga je er ook zo voor. Ja. En dan wil je ook zoveel mogelijk mensen meekrijgen. Ja, oké. Okay. Ja. Toch? Eerlijk toegegeven, zij is wel de enige die recht in het gezicht van een ander keihard zegt. Iets te hard als je het mij vraagt, maar wel keihard zegt. Dit is wat ik ga doen en daar heb je maar mee te dealen. Ja. En als jij met niks komt. Maar Selma is ook zo'n type. Dan maakt het op dat moment niet meer uit wat je tegen haar gezegd had. Nee. En Noël is al niet zo fantastisch met haar woorden op het moment dat ze zich aangevallen voelt. Nou, dat hebben heel veel mensen. Ja. Dat ze dan dichtslaan of dichtklappen. Of dat ze dan denken, ja, het maakt toch niet meer uit. Zie je wel. En dat had Noël ook heel erg. Nou, Noël begint hier al best wel even te huilen. Dat gaat nog een paar keer gebeuren, deze aflevering. Nou, het valt ook wel... Tenminste, het valt mij op, deze laatste twee afleveringen... dat het voor degene die eruit wordt gestemd op een gegeven moment... dat het helemaal niet als een verrassing komt. Of zo. Nee, dat ze eigenlijk niet. Al de hele dag weten van... ja, nu is het mijn beurt en... Dat was de vorige seizoenen toch wel anders. Dan kon het ook nog eens als een verrassing Want komen. Want dan dacht er ook eigenlijk altijd wel eentje... ja, ik ga eraan. En dan ging er altijd een ander aan. Ja. Ja. Hoe dat dan exact gebeurde, dat weten we ook nog steeds niet. Maar dat gebeurde dan toch elke keer. Ja, dus ik vond het heel moeilijk om naar te kijken. Omdat ik me Selma ergens ook wel kan voorstellen. Mm-hmm. Maar ik kan me nog iets beter Noël voorstellen, die daar gewoon... Je ziet gewoon hoe verslagen dat ze is aan het begin van de aflevering al. Ja. Oh, ik had daar wel echt oprecht mee te doen. Ja. Net zoals dat ik met Irene te doen had toen aan het einde. Ja, die voelde dat ook. Iedereen die Irene opschrijft van... Ja, maar waarom dan, jongens? Ja, maar
waar is dit op gebaseerd? Ja, precies. Mogen jullie mij niet? Nou, dat was het dan niet, maar goed. Dan de missie. Ja, een potje. Een potje jeu de boel. Nou ja, een potje petank. En toen dacht ik, oh, leuk jeu de boel. Toen dacht ik wel meteen, hoe gaan ze hier een opdracht van maken? Toen wisten we natuurlijk niet dat er een paar hele mooie uitspraken gedaan zijn deze aflevering. Daar kom ik zo, dat mag ik niet zeggen. Ja. Ja, daar komt hij dan weer zo op. Ja. Sorry. Een spelletje jeu de boel spelen, maak 4 groepen. Maar hij zei petank. Ja. Jullie gaan zo, zei iemand anders. Nee, maar petank? Dus, nee, maar dus Frans voor jeu de boel. Oh, is dat Frans voor jeu de boel? En toen dacht ik, het zijn alle twee Franse benamingen voor hetzelfde spel. Wat eigenlijk ook wel heel raar is natuurlijk. Ja, dat is inderdaad. Want jeu de boule is gewoon spel met ballen. Spel van ballen. En wat petank letterlijk vertaald is, dat zou ik niet weten. Waar het letterlijk vertaald voor staat. Maar dat weten kijkers misschien wel. Sowieso. Zit er een Fransman of een Frans vrouw? Dus laat het even weten in de comments. Zit er tussen de kijkers of de luisteraars? Laat dat ons weten. @kijkbuiskinderen. Ja, of gewoon hieronder in de comments. Of hieronder in de comments. Ja, daar mag ook. De jeu de boelballen die liggen op een andere locatie. Dus die zullen ze eerst moeten gaan ophalen in die 4 groepen die ze hebben gemaakt. Ja. Daar liggen dan verdere instructies. Dus ze chasen allemaal naar de auto. Terwijl er is geen tijd genoemd. Er ging ook geen tijdklokje lopen of niks. Nee. Dus dat vond ik ook wel heel grappig. Nou, dan komt de groep van Pernille eraan. Pernille die zegt, oeh, hele grote ballen. Nou, daar moest ik echt oprecht al heel hard om lachen. De gigaballen moeten dan vervolgens naar het château. Noël die zegt, ja, ik heb eigenlijk gewoon totaal geen zin hierin. Maar weet je wat, ik ga het maar wel doen. Want misschien krijg ik die dolk. En misschien kan ik dan met die dolk nog wat doen. Nou ja, heel netjes. Ja. En ik begreep ook wel dat je in die stemming daar niet heel veel zin in had aanvankelijk. Nou, dan krijgen we de snoekduik van Jan. Nou, de snoekduik van Jan, die wordt gewoon bedolven geplet onder een bal. Ik weet niet wie er aan die bal liep te trekken, maar iemand liep aan die bal te trekken en die ging gewoon over Jan heen. Ik zeg uit mijn hoofd dat Noël was, denk ik. Ja, dat is zo. Ja, volgens mij wel. Ja. En die schrikt daar ook meteen van. En ik bedoel, het is een heel zacht ding. Dus ja. Het is geen bowlingbal. Nee, het woog ook zo goed. Want het woei bijna weg elke keer. Dat zag je ook wel. Dus het is ook niet alsof hij nou 50 kilo op zijn kop krijgt of zo. Maar ja, ik denk gewoon dat hij het niet aan zag komen. Vol in de brandnetels met zijn handen. Ja. Het is sunt. Ja, dat vind ik dan toch. Dan denk ik, oh jongens toch. Arme man. Ja. Nou ja, ergens wel, ja. Maria dan, die gooit een van die gigaballen nog in het water. En dan vervolgens, dan weten ze al, we gaan als laatste aankomen. Dus wij gaan zo meteen met 1 bal minder moeten spelen. Dus laten we hem er toch maar uitvissen. Want ja, anders gaan we daar met 2 ballen naartoe. Dan hebben we 1 bal. Ja, dan kunnen we de opdracht verder helemaal gaan bespreken. Laten we het even in het kort doen. Winter. Team blauw. En wie zit er in team blauw? Met de eerste bal winnen die Sander, Jordi, Jesse, Maya en Noor. Nou, en die mogen dus naar de wappiekamer. Ja. De wappiekamer. God, echt? Noor krijgt niks, Jesse, Maya. Ik denk Maya. Dat deze aflevering een minuut korter gaat duren. Ik denk dat je daar helemaal gelijk in kan hebben, Corné. Dat denk ik. Noor krijgt niks in de wapenkamer. Jesse, Maya krijgt de dolk. En dan zegt ze nog, dit wil je eigenlijk niet, zegt ze dan. En dat is ook zo. Die wil je ook eigenlijk niet. Want in dit stadium van het spel heeft zij zoiets van, het is heel leuk, maar je wil hem ook niet inzetten. Ja, maar en ja. Daar heeft ze natuurlijk wel een punt. En dat is ook waarschijnlijk de grootste reden dat we hem nog steeds niet ingezet hebben zien worden. Ik denk, ze had hem echt wel ingezet als het een 50-50 dingetje was. Als het echt op het randje was geweest. Ik heb nu eens op zitten letten. Nu spring ik al even naar de ronde tafel. Ja, omdat ik vorige week natuurlijk zei van, het lijkt wel alsof degene met de dolk als laatste aan de beurt is. Maar dat was nou niet. Nee, maar dat was alle vorige afleveringen wel het geval. Ja, want dat had iemand in de comments gezegd. Zeker. En ik heb dankjewel daarvoor. Ja, ik heb dat ook nog even teruggezocht en dat klopte gewoon. Ja. Dus dat was best bijzonder. Ja. Jordi die krijgt dus ook niks. En Sander krijgt weer, al voor de
tweede keer op rij. Bizar. Het scheelt. Ja. En de eerste keer dacht ik, hè, dat zei ik nog vorige week tegen jou, van ja, ik had het toch wel leuk gevonden als de verraders niet hadden geweten wie het, want dat vind ik gewoon leuker. Ja. Dat vind ik gewoon interessanter. Want dan doen ze er waarschijnlijk niks mee met die hele groep, maar ik vind het toch dan interessanter. Want er ja. komt straks een punt dat ze wel moeten. Ja. En nu vond ik het eigenlijk wel heel erg grappig, vooral. Ja, ik ook. Dat ik dacht, you go Sander. Ik update je meer. Dit is de aflevering van Sander, dacht ja. ik. Kom op jongen, je kan het. Ja. Dus ik vond Sander eigenlijk heel leuk, deze aflevering. En aan het begin van de verrader dacht ik bij Sander, toen die verrader werd, ik kende hem nog niet. Nee. Ook niet van naam. Ik kende wel waar die van is, maar ik kende hem niet. En toen dacht ik, ja, ik vind, en die Sander, die is zo socially awkward. En nee, ik vind geen fijne man om naar te kijken. Ik vind hem niet onaardig, maar ik vind dat niet prettig kijken, zeg maar. En toen dacht ik bij Maria, hey Maria, oh wat leuk, die gaan mee. Oh, dat vind ik zo'n leuke vrouw. Ja, je bent helemaal aan het omdraaien. En nu is dat redelijk omgedraaid, ja. En dat, ja, Sander doet gewoon heel goed. Ja. Echt heel goed, vooral deze aflevering. En hij zegt dingen waarvan ik denk, ja, inderdaad, dat is slim. Ja. Nou, ik geniet eigenlijk van iedereen nog steeds wel. Dus nog niet echt iemand dat ik denk van... Ja, maar jij houdt ook wel een beetje, op beeld in ieder geval. En in realityprogramma's en zo hou jij ook wel een beetje van de valse mensen. En de mensen die zorgen voor oproer en... Dat soort dingen. Ik iets minder. Ik vind het niet verschrikkelijk, maar ja, ik hou daar gewoon ietsje minder van. Ja. Helemaal in programma's als deze. Kijk, als je nou Temptation of weet ik dat soort programma's, dan denk ik, ja, die zijn hiervoor gemaakt. Voor, maar dit niet per se. Nee, oké. Okay. Maar goed. Even kijken. De ronde tafel? Ja, de ronde tafel. Nee, nog niet helemaal. Nog niet helemaal, want voor de wapenkamer, maar dat bespreken we nu eventjes, dan is er ook nog van allerlei gekonkel. Dat is net na het einde van de missie. Gekonkel? Ja. Daar gebeurt namelijk wel iets. Katinka, die heeft het in een groepje over de heftigheid van Selma. Mm-hmm. En over de persoonlijkheid van Selma. Selma komt daar dan op een afstandje zo bij staan. Zo met haar armen ook over elkaar. Zo van, oh ja, jullie zijn er van mij aan het praten. Echt, nou, letterlijk, vrij letterlijk zo. Yeah. Sorry, maar ik heb gewoon een intense persoonlijkheid, zegt ze dan. En... dan komt Katinka er eigenlijk achter. Die zegt, ja, dat heb je ook. En nou, die probeert een soort van normaal met haar in gesprek te gaan. Een soort van. En dan komt Katinka er eigenlijk achter. Oké, Selma, wil je hoe dan ook niet tegen de been trappen? Nee. Spreekwoordelijk. Nee. Want je hoeft er maar aan te kijken bij wijze van. En je bent al dood in dit spel dan. Ja. En toen dacht ik, ja, dat heb jij heel goed gezien, Katinka. Ja. Dus ja. Pernille, die zegt dan tegen Jordi, van Sander mag ik het niet tegen jou hebben over Maria. Nou, die volgde ik gewoon totaal niet. Want die hadden een heel gesprek. Dus ze was met Jordi aan het praten. Ja, Sander heeft tegen mij gezegd dat ik iets niet mag vertellen over Maria tegen jou. Dus dat zal wel over een blik gegaan zijn. Of over iets aan het ontbijt, wat Sander dan met Pernille heeft gedeeld. Dit mag je niet tegen mijn broer zeggen. Heel, ik vond het gewoon... apart. Ik snap er ook echt geen rol van. Nee. En dat komt dan later bij de ronde tafel, komt dat ook nog een soort van terug. Mm-hmm. Als Pernille dan begint te praten, dan heeft ze daar ook nog een soort van over. Ja. En dan heeft Jordi het daar nog een soort van... Sander heeft het daar nog een soort van over. Ik begreep er gewoon oprecht niks van. Nee, dat was heel warrig. Maar het leuke was natuurlijk eigenlijk gewoon dat gesprek dat Sander zijn naam hoorde vallen. En dat hij dus eigenlijk gewoon staat af te luisteren van waar ze het over hebben. Dat was echt heel strak. Ja. Ja, ik vond dat heel vet. Dat ik dacht, oké, dit zijn mooie beelden ook. Ja. Maar toen was ik dus heel benieuwd, oké, wat gaat hij nu doen? En hoe gaat hij kijken en hoe gaat hij praten met hem? Dat viel allemaal best wel mee. Ja. Hij was nog een beetje dat ik dacht van, oeh, mensen... kunnen het nou wel enigszins... maar veel minder dan in de vorige afleveringen. Nou, wat ik dus heel erg grappig vond... is dat Betty daar zit met een glas. Betty glas. En ik denk, oh, die zitten dus echt gewoon lekker aan de alcohol en alles. Heerlijk. Ja. Ja, jongens. Dat moeten ze gewoon eens de rust nog in meer doen, denk ik. De rust in de aflevering. Nog meer alcohol gooien. Ja. Dat ze dan echt gewoon helemaal losgaan tegen elkaar. Deze podcast is PG-18. Nee. Wij vergoeilijken alcohol niet. Nee, maar hun wel. Ja, zeker. Daarom. Ronde tafel. Nou is het wel zover. Ja, Noël die start met praten. Ja. En heel eerlijk, ik vond dat best wel... netjes allemaal wat ze zei. Ja.
En ik vond dat best logisch wat ze zei. En hoe ze het zei en hoe ze het bracht. Heel rustig, heel kalm. Tenminste, dat probeerde ze. Je zag wel dat er heel veel emotie achter zat. Maar ze deed het zo kalm als dat ze kon. En eigenlijk zei ze met zoveel woorden... Ik leg me erbij neer. Maar ja, jullie maken echt een hele grote fout. En ik snap ook niet dat als één iemand die er nou uit ligt... iets gewoon mijn naam noemt... dat dat dan meteen moet betekenen dat ik het ben. Want hij staafde dat ook op niks. Ja. Kijk, en wij snapten dat. Maar Selma snapte dat niet. Nee, niet zo'n beetje niet. Die snapte dat, of nou ja, ze snapte het misschien wel. Nee, dat zeg. Ik snap niet wat je nu zegt. En toen begon ze met een hele tirade. Zo. Maar echt, hè? Ja, en toen dacht ik... Ja, en dat is ook weer heel lullig om te zeggen. Met name als je kijkt naar het einde van deze aflevering. Maar ik dacht echt, jij zou jezelf eventjes in de spiegel moeten aanstaren. En jij zou eens even diep moeten graven. Nou ja, dat heeft ze uiteindelijk ook heeft gedaan. Ze zeker gedaan. Heeft ze gedaan. Ja. Ja. Nee, maar weet je, wat ik een beetje uit haar tirade opmaakte... is zij is gewoon alle momenten afgegaan met Noël van... Ja. Hè, en daar heeft ze dat allemaal opgeplakt. Iets raars. Ja. En dat heeft ze allemaal achter elkaar gezet. En dat schreeuwt ze dan ook nog eens bijna. Ja. 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 En tuurlijk, zij wil de groep meekrijgen. Want zij is ervan overtuigd dat het een verrader is. En alles wat Noël zegt. Want heel eerlijk, die neemt dat tot zich als een heldin wat mij betreft. Want als iemand zo tegen mij zou... Nou, ik zou van tafel gestapt zijn en ik zou zeggen... Weet je wat? Ik hou de eer aan mezelf. Adios mensen. Ik zou dat oprecht, ik zou dat moeilijk hebben gevonden, zeg. Ja, als er iemand zo tekeer tegen je gaat. Ja, dat klopt. Maar ja, zo. Goed. Hey. En daar is tijdens de aflevering ook een keer gezegd, van volgens mij door Thomas, van ja, er zijn heel veel haantjes en er zijn wat introverte personen. Dat klopt. En die haantjes, die worden... Moeten we die haantjes dan niet eens een keer uit? In plaats van alleen maar rustige, dus relaxte ik had mensen. Ik echt wel verwacht dat er iemand een keer zou gaan zeggen van ja weet je Selma, jij bent nu wel heel erg leuk bezig, maar... En jij dan? Ja, jij hebt nou al zo'n grote bek, maar waarom zou jij het niet zijn dan? En misschien komt dat nog wel, maar ik bedoel, ik had het nu ook wel verwacht. Zeker van degene die dus niet op Noël gingen stemmen. Het enige wat ik dacht nu was, volgens mij graaft Selma nu haar eigen graf. Want wij weten als kijker, Noël is geen verrader. Ja. Zij komt daar zo meteen achter. Nou, dat was ook wel heftig toen ze erachter kwam. Eerlijk is eerlijk. Mm-hmm. En zij was zo overtuigd van haar gelijk dat ze echt volgens mij eerst een half uur of kwartier heeft gedacht van... Nee, dit kan niet. En toen ze eenmaal tot het besef kwam, toen brak ze zelf. Ja. Sander loopt haar dan nog wel even voorbij in de gang als zij dus een soort van wegloopt naar de ronde tafel. Geeft hij zo'n knikje en geeft hij een soort van... Een schouderklopje. Ja, zo van, het is goed, meid. Nou, dan breekt ze inderdaad. Oh, Thomas vindt het niet oké wat Selma doet, zegt hij aan de ronde tafel. Dat hij daar absoluut niet mee eens is, maar dat hij snapt waar ze vandaan komt. Dus dat, mm-hmm. dat hij de uitleg wel snapt, maar dat hij het veel te heftig vindt hoe ze het doet. Ja. En die zegt dan, ik voel me er superkut over, maar ik ga wel op jou, Noël. Ja, maar dat is ook een beetje angsthazen gedrag, hè? Ja, vind ik wel. Want ik had dan gewoon een andere naam. Had dan een van die haantjes gepakt. Want bijvoorbeeld. Dat zei die zeer terecht in de aflevering. Zei die inderdaad, misschien moeten we toch eens een keer wat meer op de haantjes gaan letten in plaats van. Ja, nou ja. En al had hij gewoon een willekeurige naam gewoon gepakt van, nou ja. Maar hij zei aan tafel, zei hij weer, aan de ronde tafel. Want ik heb ook het gevoel dat er een verrader heel dicht bij mij staat. Op die manier zei hij het ook weer. Ja, en toen dacht ik, dat klopt. Dat klopt. Ja. En alsnog gaan de volgende aflevering niet zijn ogen open. Nee. Sowieso niet. Tenminste, niet op Maria, laat ik het zo zeggen. Pernille, die oppert dan Sander aan de ronde tafel. Sander, je doet heel veel aan name dropping. Ik zou jou een mastermind vinden als verrader. En Jessie Maya, die beaamd had, die gaat daar aan mee. Ja. Toen dacht ik, dit is het eerste logische wat ik tot nu toe gehoord heb. En dan komt er ook nog wel een beetje een gesprekje over... Sander, die eerste dag was jij ook al dit en dat en dat en dat. En Sander, die kan daar gewoon niet mee omgaan. Want hij zei iets en dat was gewoon niet te verstaan. Ik heb dat 4 keer teruggespoeld en ik kon het niet 100% horen wat hij nou... En dan dat klopt, dan zei hij. En dan zie je zo'n shot van Maria. Zo met haar ogen zo van, wat zeg je nou? Of Katinka, Maria of Katinka, die doet dan echt zo van... En ik heb het echt 5, 6, 7 keer teruggespoeld.
krijg gewoon niet gehoord wat hij nou letterlijk zegt daar. Hij zegt eerst iets wat wel verstaanbaar is. Ook gewoon zo van, oh ja, oké, zoiets. En daarna zegt hij nog iets. Ik kan er geen pap van maken. Maar dan komt Nathan. Ja, nou. Nou ja, zeg. Met een ode aan de laatste woorden van Giorgio. Een verrader achterin de bus. Toen dacht ik, oh, hij is op een spoor. Hij is op een spoor. Signalementen, vrouw. Ja, precies. Oké. Ja, heel goed, Nathan. Maar ja, toen dacht ik, waarom ook niet de man? Ja. Nee. Nee. Dus ik dacht, ja, Jan, dat zou toch fantastisch zijn? Had hij in de auto natuurlijk, hè? Ja, met emissie, ja, had hij dat ook inderdaad al gezegd. Voor de grap, dacht ik, geopperd. Maar dat was niet voor de grap. En dan ook, maar ook met de reden van, ja, want ik zie het als, wel als een leuk plaatje, jou in zo'n kap. Ja, nou, daar hakte Jan dan weer op in. Wat Jan deed, dat noemen ze bij weerwolven, waar dit op gebaseerd is, de verraders. Mm-hmm. Noemen ze dit bij weerwolven, noemen ze dit altijd kaatsen. Dus Nathan zegt, Jan, volgens mij ben jij een verrader. En dan zegt Jan, nou, volgens mij ben jij een verrader. Dat noemen ze gewoon kaatsen. Dus dan voel je je zo in nauw gedreven dat je dan maar zegt, nee, jij bent het. Ja, precies. Omdat je dan niet letterlijk weet wat je nou nuttig kunt zeggen om jezelf gewoon te verdedigen, omdat je het niet bent. Ja. Ja, kaatsen is vaak een teken bij weerwolven dat je met een weerwolf te maken hebt. Dus het zou zomaar eens kunnen dat in de volgende aflevering niet Maria, ja, dat Maria misschien wel onder druk komt te staan, maar dat bijvoorbeeld Jan eruit gaat. Ja. Ja. Want die willen ze nou absoluut niet vermoorden s'nachts, want dan denken ze, oeh, dat is een mooie nieuwe bliksemafleider. Ja. Ja. Nou, Betty herkent dan dat Jan inderdaad ook name dropping doet. Ja, ja, ik herken dat wel, zegt ze dan. Ik herken dat wel. En dan krijgen we weer, een biecht van Maria. Deze ronde tafel is peanuts. Ik hoef niks te doen. Nee, maar ja, weet je, dat kunnen Katinka ook en Sander ook zeggen. Irriteert je hoe dat anders hij het zegt. Nou, maar ik dacht, waarom horen we Katinka nou gewoon amper? Gewoon iedere aflevering. Omdat geen Belgische enthousiaste man achter de camera staat. Nee, denk ik. Ik denk gewoon dat haar biechten, of hoe je ze ook kan noemen, dat die gewoon iets minder interessant zijn. Maar wissel dan gewoon af. Ja. Doe er dan af en toe een van Maria, af en toe een van Katinka en af en toe een van Sander. Ja. We zien alleen maar Maria. En dat begint me langzaam aan een klein beetje te irriteren. De stemming dan. Jan krijgt 2 stemmen, Sander krijgt 2 stemmen, Pernille krijgt 1 stem. Why? Dat weet niemand. En Noël krijgt 11 stemmen. 11 stemmen. Ja, dat is veel. Holy moly. Heel veel. Ja. Nou, Selma, het moment dat Noël bekendmaakt, ik ben een getrouwe. En daar, ja, ook net zo hard als Irene eigenlijk staat te huilen. En echt, hè? Oh. Al die mensen die er weg worden gestuurd, staan allemaal te huilen. Het is echt ik snap het. Nee, maar ik snap het. Want de manier waarop ze allemaal tot nu toe weg zijn gestuurd, is gewoon, ja, de slacht ingestuurd. Ja. Het is niet 5 stemmen om 4 stemmen om 3 stemmen. Nee, het is gewoon 11 stemmen bijna, van de anoniem, ja. 11, 12, 13, van de 16 mensen. 11 stemmen. Ja. Doe normaal, mensen. Waar staven jullie dat op? Op helemaal niks. Ja, op eigen behoud of hoe zeg je. Nou, op Selma blijkbaar in dit geval. Ja, nee, maar ook wel om zichzelf te redden. Tuurlijk. Tuurlijk. Want maar als jij dan een andere stem wil laten horen, dan gaan mensen dan ook weer denken van, Nou, Selma die deed dus eerst, schreef ik letterlijk op, toen zij bekendmaakte, ik ben een getrouwe, Noël. Mm-hmm. Toen deed Selma eerst heel nep, oh, wauw. Oh, dit zag ik echt niet, oh, wauw. Maar echt zo. En toen dacht ik, ja, waarom doe je nou zo? En daarna kwam het toch wel echt het moment, ja, dat ze oprecht, intern denk ik, heel hard schrok. Toen zei ze ook in haar biecht, ja, ik ben vroeger gepest. Ik denk dat het daardoor dat ik nu, als ik iemand wil aanvallen, ook al is het in een spelletje, dan val ik blijkbaar iemand heel heftig aan. Ja. Daar schrik ik nu wel een beetje. Toen dacht ik, oké. Nou, ik vind het in ieder geval heel prettig dat je dat er toch wel dan uit hebt kunnen halen. Ja. En dan hoop ik dat ze gewoon de rest van het seizoen, ze zal nog steeds pittig zijn en fel zijn. En dat mag ook. Ik bedoel, alles mag in het spel. Maar ik denk dat ze nou wel voorzichtiger gaat zijn. Ja, want ik denk oprecht dat ze nu wel bang is. Dat ze denkt, oké, ik lig er morgen uit. Ook al gaat dat denk ik niet gebeuren. Nee, dat denk ik ook niet. Denk ik wel dat ze dat gevoel gaat hebben. Ja.
Ja. Ik heb mijn eigen graf gegraven, want ik was zo stellig. Ja. Dat mensen nu gaan denken, ja, maar als je zo belachelijk stellig bent... Ja. Nou ja, aan de andere kant is het natuurlijk voor de verraders ook wel handig... om haar dan richting het verdachte bankje te sturen, om het zo maar te zeggen. Ja, 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 ja. Ja, zeker. Ja. Samen met Jan, hè? Samen met Jan. Thomas die huilt. En op het moment dat Thomas begint te huilen... over wat er allemaal net gebeurd is en hè, ze was toch een getrouwe... En dan staan daar Maria en Jessie Maya bij... op dat moment dat Thomas even breekt. Mm-hmm. En Jessie Maya haalt daaruit dat Thomas een verrader moet zijn. Terwijl Maria... Ja, maar op zich kwam het nog niet eens heel raar over dat ze nee, dat dacht. Nee, dat kwam ook niet debiel. Ik zeg ook niet... Dat bedoel ik ook zucht, niet. Maar... Die zucht, daarmee leek het wel. Nee, ik dacht daar vooral van... Mensen, wanneer zien jullie nou gewoon eens een keer... Als je gewoon even de tijd neemt en de rust neemt. Ja, dat heb je dan niet in zo'n spel. Dat weet ik ook wel. Maar soms is het zo frustrerend dat je denkt... Het zou zo fijn zijn als één iemand in ieder geval even meteen goed zit gewoon. Ja. Ook al volgt de rest dat niet. Dat is prima. Dat komt dan later allemaal wel. Maar het zou zo fijn zijn als iemand dan per ongeluk gewoon de goede conclusie trekt. Ja. In plaats van... Dat heeft niks met Jessie Maya te maken. Maar dat was wel een zuchtmoment voor mij. Ja. Ja. Dan krijgen we Shahid en Selma en Jan die het over het proefballonnetje van Jan hebben. Ja. Oftewel wat Shahid dus 's ochtends gedaan heeft, waar we het al eerder over hadden. Mm-hmm. Namelijk de naam van Jan bij 4-5 mensen droppen. Zo van, ja, Jan vind ik toch wel verdacht. En dan kijken wie dat er naar Jan toe gaat komen. Ja. En dan zegt Jan, en dan heb je zo'n heel dramatisch muziekje eronder. Die moet ik nog wel ergens hebben. Heb jij een dramatisch muziekje? Ja, ik heb een dramatisch muziekje, maar ik moet hem wel even zoeken, Corné. Ik denk... Ja. Nou, wat een anticlimax weer. Ja, heel dramatisch. Of deze. Ja. Oh, die is nog dramatischer. Ja, die is nog dramatischer. Of tegelijk. Ja, zo. Nou hebben ze alle twee tegelijk. Nou hebben we alle knopjes ingedrukt, hoor. Nou is het janken. Want, janken met de pet op. Waarom? Maria is de enige... Of enigste... die naar Jan is toegekomen. Nou moet je dat geluidje doen. Ja, zo. Had iets eerder gewogen. Maar Allah. Maar inderdaad, ja. En toen dacht ik ook van, Maria. Alleen, we zien dus niet of ze daar een conclusie uit trekken. Nee. Want precies op dat moment wordt het afgekapt. Ja. In de edit. En toen dacht ik, we zullen zien, doen ze er niks mee. Nee, misschien komt, jawel, er komt een flashback, denk ik. Dat zou heel goed kunnen. Dat zou heel tof zijn. Ja. Zou ik echt heel tof vinden. Ja. We komen zo meteen nog even over het volgende weekstukje. Maar net voordat we dat kunnen gaan bespreken, hebben we het conclaaf. Het conclaaf, ja. Het conclaaf. En ik zat te wachten. Hè. Ik dacht, nu kan ik een screenshot nemen. Kan ik weer omdraaien. En, dan, ja. en ze hebben onze aflevering gekeken. Of ze hebben onze podcast geluisterd. Ja. Maria, die begint met, oh, wat gaat het goed. Gaat het goed? Super lekker op zijn Maria's. Katinka die zegt, wat lekker dat iedereen zo meteen zo slecht gaat slapen. Toen dacht ik, nee, lekker ben jij. Oké. Dan zegt Maria tegen Sander, jij moet met trots het schild gaan dragen. Dat zei ze ook lekker overdreven. Pernille en Selma, nou, die mogen nog niet dood volgens de verraders. Want dat kan dan wijzen of naar Sander of naar Katinka. Ja, ja. Aan de andere kant, als ze dat zouden doen, dan kunnen ze natuurlijk zien, ja... Hé, hey, hallo. Tuurlijk ga ik dan, precies. Gaan ze doen, want dan word ik verdacht. Ja, precies. Inderdaad, ja. Zo zou ik ook denken. Maar goed, dat zeg ik ook als iemand die heel vaak Weerwolf heeft gespeeld. En, nou ja. Maria die oppert dan of Ferry, of Thomas, of Billy. Mm-hmm. Billy vond ik een beetje een gekke keuze. Maar goed, ja, die doet momenteel in de groep ook gewoon niet zo heel veel. Dus dat is dan misschien nog een veilige moord. Ja, het is gewoon een veilige keuze, denk ik. Maar inderdaad, als ze naam op willen schrijven, dan wordt er geklopt. Ja. En ja, ik denk dat Tel binnenkomt, maar dat moet wel. De enthousiaste Belg. Of Selma. Oh. Dat ze dat dan een verrader gaan maken, dan is ze echt genaaid. Dat is echt gewoon, dat ze
dat ze haar, dat ze hun gevolgd heeft. En dacht van, klop, klop, klop. Ik was even kijken wie hier midden staat. Oh, nou weet ik het. Ik zat te huilen in een hoekie. En, dat, ja. En toen zag ik kappies. En toen dacht ik, weet niet welk stemmetje dat ik nou doe, want zo praat ze niet. Maar het lijkt een beetje op Pinocchio. Hou er mee op. Ja. Wanneer je neus groeit. Oh, is dat zo? En dan zijn we aan het einde van de aflevering beland. Ja. En, maar we moeten ook nog even vertellen van wat je volgende week... Ja. De vooruitblik. Nou, precies. Op het moment dat we de aftiteling krijgen, krijgen we ook nog een vooruitblikje naar volgende week. Ja, en daarin lijkt het, maar nogmaals, daar kunnen ze heel chill in snijden zoals ze dat precies willen. Hetzelfde verhaal als bij Wie is de Mol altijd. Alleen kunnen ze hier nog slimmer knippen, denk ik. Ja. Het lijkt gewoon alsof Maria heel erg aangevallen gaat worden. Ja. Of in ieder geval alsof ze heel erg in de nauw komt. Nou ja, ze staat huilend bij dat busje. Ja, ze was op het randje, volgens mij. Van huilen. Nou, ik ga ervan uit dat ze gaat huilen, want dat doen ze allemaal dat is waar. Het hele seizoen. Dat is waar. Dus. En dit is dag 5 of 6 misschien al wel. Ja. Dus ja, dan zit iedereen goed in zijn emotie. Ja. Hou dat vast. Ja. Oké. Okay. Ja. Voorspelling. Voor volgende week. Wie is er vermoord? Wat waren die laatste 3 namen die genoemd waren? Ferry, Thomas of Billy waren in ieder geval geopperd. Nou ja, als we ervan uitgaan dat wat Tel in het begin van de aflevering zei is... hoe zit je daar? We zijn op bijna op de helft. Zouden misschien er 2 vermoord dat mogen? Dat denk ik. Ja. Ik denk dat ze zeggen, we willen 2 namen. Ja. En wie zouden het dan zijn? Denk jij Ferry en Thomas bijvoorbeeld? Van die 3 dan, hè? Ferry, Thomas en Billy. Denk jij Ferry en Thomas? Of zou je dan denken Billy en Ferry? Of... Ik zou denken, in ieder geval Billy, omdat en Ferry en Thomas iets te veel van het goede is, denk ik. Als je die 2 samen eruit zou gooien, lijkt mij dat dat iets te heftig is nu. Dat ze dan bang zijn dat er iemand wel naar een van hun 3 zeg maar, gaat wijzen. Dus dan denk ik Billy en, ja, ik denk toch Thomas. Ik denk echt gewoon 2 andere namen. Totaal, 2 totaal andere namen. Ik denk dat ze niet genoemd zijn. Selma en Jessie Maya. Selma en Panille. Of Panille en Jan. Jordi en... Oh en, ja, Jordi. Ja. Dat zou chill zijn. Ja. Als ze eens een keer die 2 broers uit elkaar trekken. Ja. Ja, je gaat toch niet je eigen broer vermoorden? Nee. Nee, joh. Godverdomme, dan is mijn broer weg. Ja, dat denk ik. Jordi en... Ja, Selma denk ik nog niet. Nee, dat denk ik ook niet. Dat is een bliksemafleider nu, hè? Ja, samen met Jan. Ja. Nou, Jan? Nee, dat geloof ik ook niet. Want die kunnen ze nog veel te goed inzetten bij de ronde tafel. Om het daar dan over te hebben. Om iedereen op Jan te krijgen. Ja, ja, ja. Nathan en Jordi. Ja, ik wou het net zeggen. Misschien Nathan. Ja. Dat wou ik ook zeggen. Nathan of Pernille, denk ik. Ja. Dan. Laat ons vooral eventjes weten wie jij denkt dat er in de volgende aflevering vermoord is aan het begin van de aflevering. En wie de ronde tafel wellicht niet overleeft de volgende aflevering. En hoe het met Maria gaat aflopen in de volgende aflevering. Dat denk ik dat die als eerste, dat die volgende week... Als eerste verrader eruit valt. Ja. Laat ons vooral weten wat je denkt en wat je vond van de aflevering. Daar zijn we heel benieuwd naar. Wij zijn te vinden @kijkbuiskinderen op Instagram. Mm-hmm. En je kunt gewoon op WDMTV op YouTube... kun je gewoon onder de video kun je gewoon ook lekker reacties achterlaten. Ja, dan rest ons nog maar 1 ding te zeggen. Slaap zacht en tot de volgende nacht.